Als jij iets doet wat je niet moet doen, dan krijg je daar een rotgevoel bij. Maar omdat je heel druk bezig bent met allerlei andere dingen waarmee je jezelf afleidt, voel je dat gevoel niet. Waardoor je jezelf ontzettend lang voor de gek kan houden dat je, dat je dat wat je doet, dat je dat ook moet doen. En dan zijn er van die momenten dat er een keer geen radio aan is, je bent even niet op je socials en het is akelig stil thuis. De meeste mensen gaan als de sodomieter weer iets aanzetten of weer iets doen. Om maar niet te hoeven voelen dat ze eigenlijk iets doen wat ze niet willen doen. Wij kunnen ons eigen gedrag nogal makkelijk goed lullen. En we kunnen nogal eens dingen doen die we eigenlijk niet willen doen. Iedereen weet of die wel of geen pindakaas lust. Dus ook iedereen weet of die wel of niet doet wat hij moet doen. Alleen de uitdaging is dat we het ons zo druk maken dat we het niet eens voelen. En het lichaam stopt niet, want die blijft dat gevoel geven. En op een gegeven moment heeft hij dat zoveel gegeven dat, uh, dat, dat je onderuit gaat. We zijn sowieso te druk, maar we, we, we gebruiken die drukte ook als een vlucht om niet te hoeven nadenken over waar zijn we nou, waar ben ik nou in Godesnaam helemaal mee bezig.